Wij belichten het volgende item waarbij een arbeidsongeschikte man hulp zoekt om zijn woning en aanbouw af te maken, tenminste woonbaar te maken. Het is meneer Hasrat, hij is chronisch ziek geworden. Hij verloor het zicht van zijn rechteroog na een cataractoperatie en hij onderging ook een klieroperatie. En daardoor raakte hij arbeidsongeschikt, dus ook geen inkomen meer. Met zijn vrouw en kinderen genieten ze elders onderdak en doen ze hard hun best, maar het lukte niet om te komen waar ze moeten zijn. En dat is natuurlijk een eigen onderdak. Carlos Pinas nam het interview van deze meneer af. Zo, ik heb die middelen niet om het zo ver te brengen meer. Wat ik had, heb ik al hier bevestigd. Maar voor de rest, helaas kan ik niet meer, omdat ik ook een beperking heb. Ik kan niet meer hard werken meer. Dus, ik weet niet. Je hebt een beperking? Hoezo? Ik heb 2 operaties gedaan, dat ik niet hard kan werken meer, om mijn eigen dingen af te ronden. 1 is mijn oog, 1 is een kleur heb ik gedaan, daardoor ik niet hard kan werken meer. Maar ik vraag, ik weet niet. Je hebt een nieroperatie gedaan? Nee, niet een klieroperatie. Klieroperatie? Ja. Dat is pijnlijk, ne? Ja, operatie is niet lekker, welke operatie is lekker dan? Geen enkel. Helaas, mijn oog heb ik ook gedaan. Dat ik. Toen kreeg de taxi ook, dus. Helaas kan ik niet meer. Ja, dit alles heb je eigenlijk opgebouwd met. Verzameld met fondsen die je uit je hossel hebt gehaald. Klopt helemaal. Ja, dat kan niet meer? Nee, helaas niet meer. Ja, wat is nog allemaal nodig voor deze woning? Nou, nog. Veel, hè? Veel, ja, dus schuur, vloer, plafond. Ja. Gelukkig heb je het dak al. Ja. En dit zou een huis moeten worden voor hoeveel personen? Nou, een gezin van 4, 5 mensen. Man, vrouw en kinderen? Ja. Ik heb eentje daar, die klaste. Ja. En hoe kom je dan aan... Ja, aan geld om nu te overleven. We leven in een moeilijke tijd. Ja, klopt. Wat moet ik zeggen nu? Ja. Maar die manjang? Klopt, helemaal. Ja, ik ben helemaal bloedeloos. Ik doe aan een en ander. Dat ik iets kan redden voor mezelf nu. Maar echt om ver te gaan kan ik niet meer. Echt voor Grauwang, echt van... Bedrag voor Clara of zo kan ik niet meer. Maar eten, drinken, dat is geen probleem. Hoe zit dat met je oog? Oog is helemaal weg, is uitgevallen. Wat voor operatie heb je gedaan? Ik heb cataract gedaan. En de tweede fase hebben ze een lens of wat. Van, ja. En die X van binnen was los, zegt de dokter. Maar een cataractoperatie is niet zo'n moeilijke operatie, toch? Ja, maar ik weet niet hoe mijn oog weg is gevallen. Maar dit, dat zie ik niks. Donker helemaal. Zie niks. Helemaal donker. Met dit zie ik. Dat is voor mij een beetje moeilijk. Ja, wat zegt de arts zelf hierover? Nou, hij zegt, zo ga ik blijven. Ik heb 2 keer in de ziekenhuis gezeten voor herstel van mijn oog. Maar met de cataract zag je toch wel? Ik zag maar heel dof. Het is heel dof. Maar nu is het helemaal uitgevallen. Alleen 1 oog. Dus eigenlijk van kwaad tot erger. Precies. Zo erg dat je niet verder kan hosselen. Ik ben gaan hulp gaan zoeken voor me beter. Maar is erger geworden, slechter geworden. En nu zit je met de bouw van het huis. Ja. Als je niet bouwt, is het verloren kapitaal. Ja. Vraag de gemeenschap om je te helpen. Ja, als het kan. Als het kan. Wat heb je precies nodig? Dus dat huis moet nog geschuurd worden. Pondering. Storten. Dus eigenlijk zoek je naar materiaal? Ja. Om het af te krijgen. Geld zoeken, dat is misschien 1. Maar dan moet je dat geld...
Maar dan moet je het gelijk kopen, want anders voor je denkt zijn die dingen de volgende dag weer duurder. Ja, alles is duur geworden nu. En zo kan je niet verder gaan. Want ik ben, dit is een jaar precies dat ik het. Dit was in 16 vorig jaar, 22 september. Ben ik begonnen met het bouwen van het huis. En dus, we zijn een jaar verder. Toen was je nog niet ziek? Nee. Nadien ben ik ziek geworden, na een maand zo. Ik zoek eigenlijk een hulp om mijn huis af te maken. Het hoeft geen geld te zijn, het hoeft gewoon materiaal te zijn, cement. Cement, ja. En materiaal om dat huis af te hebben.